zo jaar nodig. Zo Patrick. Ja. Oh nee, dat mochten we niet meer zeggen. Nee, mochten we eigenlijk niet meer zeggen natuurlijk van de redactie. Maar goed, ja, daar staan we dan. Vertel, we hebben iets bijzonders. Dat komt op twee kanalen online. Ja, wij staan namelijk in de loods. Met achter, of eigenlijk tussen, eerder. Tussen onze favoriete attractie. Ja, ja, ja. En dat is? De chaos. Oh, ja. Dat is, wat een verrassing. Ja. En? Maar? Wat, ja? Moet ik het worden? Nou, nee, maar ik wil het ook wel zeggen. Ja. Ze zijn natuurlijk met groot onderhoud bezig, mensen. En wij hebben net een, echt, mag ik zeggen, een wereldse podcast opgenomen. Ja, dat is echt het luisteren waard. Veel interessante dingen. Wat ze allemaal gedaan hebben deze winter. We zijn het verleden ingedoken. De toekomst zijn we ingedoken. Maar eigenlijk zijn we gewoon een tijdmachine geworden. Ja, heel breed. Ja. Mensen, dit wordt de podcast waar we gaan doorbreken op Kermisclub. Ik denk het niet. Je weet het nooit. Ik denk dat ze zometeen mij als vriend van de show neergezetten daar. Ineens, ja. Dus mensen, ja, dan belooft het wel echt een toppertje te worden. Dus luister even via jouw favoriete podcastplatform. En ja, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, ik wil niet aan die flauwekul beginnen. Dan krijg ik ook heel veel berichtjes van, ja, ik wil dat allemaal niet, flauwekul. En dan even later dan zeggen ze dan, we hebben het toch geprobeerd. En het is toch gelukt. En we vinden het toch leuk. Ja, zeker. Stil eens even. Ja, misschien zit jij nou wel te kijken. Denk je van, nou ja, ik wil misschien toch een keer proberen. Probeer het gewoon eens een keertje. Ja, zeker. Echt het luisteren waard. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Waar je het ook wil luisteren. Doe het. Hij is netjes van lengte geworden. Niet te lang, niet te kort. Nee. Nee, dat is gewoon fantastisch. Het kost je niks. En gewoon eens een keertje lekker luisteren. Onder stofzuiger vonden in de auto zitten. Gewoon lekker doen, mensen. Is dat zo'n goede promotie? Zo is het goede promotie, zeker. En zoek hem op, hè, begin van het jaar, mensen. Toppertje.